Omdat het doorstroomstudieaanbod op een bepaald moment dreigde vergeten te worden door het succes van de richtingen in de arbeidsmarktfinaliteit en dubbele finaliteit, hebben we er op een bepaald moment voor gekozen om de richtingen in de doorstroom in de spotlights te zetten. Wat hebben we dan gedaan op deze campus, wat vroeger de eerste graad was, en de andere campus tweede, derde graad, hebben we een switch gedaan en hebben we alle doorstroomrichtingen en A-stroomrichtingen onder één campus ondergebracht en de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit op de andere campus. Wij zijn toen aan de slag gegaan met een aantal leerkrachten van de eerste graad, omdat die daar echt wel enorm in geloofden. En wij hebben dit gedaan in een vorm van leerplein om eigenlijk de onderwijskwaliteit van onze leerlingen te bevorderen. Dit concept kreeg de toepasselijke naam Level Up. Zij krijgen in het begin in groep instructie, een weekplanning. En dan kunnen ze kiezen of ze individueel per twee of in groep aan hun taken en projecten werken. Zij kunnen ook, als ze daar nood aan hebben, in aparte instructieruimtes ook extra uitleg krijgen van de leerkracht die op dat moment daar ook aanwezig is. We merken na de korte periode van 2 jaar dat we er nu mee bezig zijn, dat toch wel de leermotivatie en de leerwinst van onze leerlingen enorm gestegen is. En dat het toch wel aanslaat, ons concept. Onze leerlingenaantallen doen het goed, maar we merken toch ook wel dat de leerlingen hun draai daar hebben ingevonden. Veel van onze schoolgebouwen zijn in heel slechte conditie staat door jarenlange onderfinanciering. Voor elke euro die het GO van de overheid ontvangt voor het beheer van ons patrimonium, hebben we eigenlijk 8 euro nodig. Aan duurzaamheidsvereisten kun je dan eigenlijk niet beginnen. Het organiseren van leerpleinen is één ding, maar je moet daarvoor natuurlijk de nodige ruimtes hebben. Budget was er niet echt, maar we zijn toch aan de slag gegaan met een aantal leerkrachten om te zien hoe we daar creatief mee konden omspringen. Wij hadden bijvoorbeeld de turnzaal en de refter. Dat hebben we moeten, om die flexibelere leerruimtes te kunnen creëren, moeten opofferen. Wij zijn uitgeweken voor de turnlessen naar de Schalk. Dat zijn de sportlocaties van de gemeente. Maar voor de refter, daar is niet echt een oplossing voor. Wat we hier in Willebroek zien, is mooi, maar tegelijkertijd ook heel jammer. Er is potentieel en engagement genoeg om innovatief onderwijs te bouwen, maar men botst voortdurend op de limieten van die infrastructuur en de middelen die nodig zijn om daar iets mee te doen. De eerste leerlingen die vorig jaar ingestapt zijn, die stromen nu ook door naar de tweede graad. En wij zouden heel graag deze werking van Level Up doortrekken tot op het einde van hun schoolcarrière hier. Alleen botsen we daar een beetje tegen de limieten van de ruimtes die we hebben. Scholen moeten voortdurend hun eigen middelen aanspreken voor dagelijkse herstellingen en noodzakelijke kosten. Dat is niet alleen om te voorzien in de basisbehoeften, veilige scholen die warm, droog en proper zijn, maar ook om een kader te creëren voor kwaliteitsvol en modern onderwijs. Waar droom ik dan van? Eigenlijk van een school waar alle leerlingen van deze innovatieve werking kunnen profiteren. Infrastructuur kan hier zeker toe bijdragen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat aangepaste en degelijke schoolinfrastructuur niet alleen een positieve impact heeft op de leerprestaties van leerlingen, maar ook op de jobtevredenheid van leerkrachten. Iedereen heeft daar dus bij te winnen.